Goedendag. We begonnen deze woensdag regionaal grijs met veel lage bewolking en mist. Maar door die lage mist en bewolking konden we ook de zon ja, goed gefilterd zien. En dan zagen we her en der een paar van die zwarte stipjes op de zon, die gewoon met het blote oog zichtbaar waren. Dat zijn zonnevlekken. En de zon is op het moment bijzonder actief. En ja dan is het toch wel een mooi moment om zo even naar de zon te kijken, maar dat doet dat echt niet met onbeschermde ogen. Overigens trok die mist en lage bewolking snel op, en was dit het beeld vanmiddag in het zuiden van het land. Heel mooi vriendelijk lenteweer. Maar dat was niet overal het geval. Er kwamen ook wat wolkenvelden voor. Maar de komende dagen gaan we dit beeld op veel meer plaatsen zien. Want we hebben te maken met een groot hoge drukgebied met de kern. Boven Noord-Europa en daaromheen hebben we de aanvoer van vrij droge, maar ook stabiele lucht vanaf het continent. En ja, dat blijft de komende twee tot drie dagen nog zo. Wel zien we dat vanuit het zuiden lage drukgebieden geleidelijk dichterbij komen. En dat zou kunnen betekenen dat vanaf zaterdag en zeker vanaf zondag. Ja, het weer wil toch ook weer wat bewolkter beginnen te worden. Maar u ziet het, neerslag blijft voorlopig nog ver buiten onze landsgrenzen. Het is gewoon echt wel een droge tiendaagse. En dat is toch wel even geleden. We beginnen eerst nog met het beeld voor komende avond en nacht. Dan zien we dat er een mix is van brede opklaring, maar ook een paar nieuwe wolkenvelden. En met nog niet al te veel wind kan het in het binnenland afkoelen naar waarde, dicht bij het vriespunt. Uiteindelijk zien we dat morgenochtend misschien ook nog eerst autoruiten krabben is... Maar ja, dat is niet van lange duur want de zon doet het aardig, trekken wel weer wat nieuwe wolkenvelden over, maar het weerbeeld is vrij vriendelijk. De temperatuur loopt op naar 9 tot 12 graden en in de loop van de dag trekt die oostenwind wel aan die het voor het gevoel allemaal wel wat frisser maakt. Die vrijdag is echt wel een hele mooie dag. De lucht is waarschijnlijk strak blauw en ja, het is in de zon uit de wind echt genieten. Het wordt 9 graden in het noordwest tot 12 graden in het zuiden van het land. En dat is toch wel ietsjes hoger dan gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar. Wel is die oostenwind duidelijk aanwezig. En in die wind is het ook allemaal wel wat fris en wat schraal. Maar uit de wind is het dus heerlijk vertoeven. En ook zaterdag zien we dat met die oostenwind ja, de temperatuur nog wat hoger kan uitpakken. 12 tot zelfs 15 graden. Wel zien we dat er in de loop van de dag een paar hoge wolkenvelden vanuit het zuiden het land binnenkomen. En dan is die lucht dus niet meer zo heel blauw. En zondag zien we dat er veel meer wolken vanuit het zuiden het land binnenkomen. Het is wel droog en vriendelijk weer. En met 12 tot 14 graden zeker niet koud voor de tijd van het jaar. Vanaf maandag krijgt de wolking wel echt de overhand. En ja en dan wordt het dus allemaal een stukje frisser. Want dan gaat de wind ook wat vaker de noordoosthoek opzoeken. En als we dan nog even kijken in de pluim... Ja, dan zien we eigenlijk dat dipje ook na het weekend terug. De temperatuur zakt iets naar beneden door die Noordoostenwind. Maar later in de week kan die temperatuur wel weer wat oplopen. Maar het blijft erbij wel droog. Want de neerslagkansenkaart, die ik hier ook mee heb genomen, ja, die ziet er echt wel goed uit. Dat is echt wel anders geweest. Kans op neerslag is er eigenlijk de komende tijd amper. Als er wat valt, dan is het op maandag en is het ook echt niet veel. Ik wens u een fijne dag.